Goedemorgen allemaal. Lekker vocht, de vogeltjes fluiten. Lekker de honden uitlaten. Dan ga ik gelijk even een berg kruiden plukken voor de kippen. Ik heb gisteren kruiden gekregen, peterselie. En wieslook. En die ben ik nu aan het drogen. Zo, ik ga alle hondenkleedjes en de mandjes en zo ga ik inspuiten. Dit is gekookt water afgekoeld. En daar heb ik alcohol bij gedaan. En daar doe ik pepermunt bij, een druppel of 30. En tea tree olie, een druppel of 10, 15. En dat spuit ik dan in de mandjes en zo voor de teken en voor vlooien. En voor dat soort dingen. Zo, de bodem heb ik al gedaan. En nu spuit ik gewoon... De bens lekker met die spray. En dan laat ik het even goed drogen. En dan de volgende en de kussentjes. Waar ze ook wel eens op liggen. Zie je, die ga ik goed uitkloppen en dan ook inspuiten. Want vlooien hebben een hekel aan pepermunt. En aan tea tree. Dus dat ben ik aan het doen. Kijk dan wie binnenkomt. Hallo mevrouw Kip. Nee, Bixie, niet lelijk doen tegen de. Ze denkt zo, ik ga lekker met een stukje sla naar buiten. Zo, ik ga lekker plantaardig kaasje maken. En dit keer ga ik het doen met agar-agar. Dit is het mengsel. Dat ga ik daar bij de agar-agar doen. In een vormpje. En dan laten opstijven. Binnenkort maak ik er wel een filmpje over hoe je deze maakt. Dit is het mengsel. En dat is nu klaar. Dus dat ga ik nu in vormpjes doen. En dan opstijven. Ik ben lekker met de paardjes. Maak ik deze hier hoefjes. Weer vindt meer mijn honing. Die stel je recht zo van, joh, wat doe ik hier? Hé, Daisy? Hey. Hallo, Macy. Ja. Mijn kinderen hebben Ona. Ik heb ze net allebei een beetje kleefkruid gegeven. Ona is aan het wachten op haar hooi. Hè? Huh? Ona? Hey. Ja, yeah. Zeg maar, Macy. Hey, zeg maar ja, braaf. Ja, ik deze heb stal nog even bijmesten. Uitmesten, bijmesten niet. En dat is het. Hoe ik mijn avond afsluit. Hé, deze? Ja. Deze denk ik, waar zit mijn baasje? En die is even op de wandel, deze. Ja. Doei.
Zo, het is 6:30. Ik heb vandaag niet zoveel meer gedaan. Ik heb net gegeten. Ik ga zo de honden even uitlaten. Ik zat eigenlijk te wachten op de filmpjes van René. Maar helaas zijn die niet gekomen. Dus ik neem aan dat ze geen wifi hebben. Dus hopen dat ze morgen wifi hebben. Zodat ze wat kunnen sturen. Ik sluit deze vlog af. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.